Het is zomer 1962 als Ernst Happel neerstrijkt in het Haagse Zuiderpark. Het is het begin van wat later een glansrijke trainerscarrière zal worden. Een echte prof, 100% prof. Dat is eigenlijk de eerste prof die ik in mijn leven tegenkwam. 4 keer de KNVB-finale gehaald, 1 keer gewonnen en 1 keer als derde van Nederland geëindigd. Heb overal succes gehad, overal. Feyenoord brengt de eerste Europa Cup naar Nederland. Hamburg, Brugge. Nederland zelfs, overal. Dan is het geen toeval, dan is het kwaliteit. De Oostenrijker wint als trainer 2 keer de Europa Cup 1 met Feyenoord en HSV. Hij wint 9 kampioenschappen in 4 verschillende landen en hij wordt tweede op het WK in 78. Dus ADO was eigenlijk een tussenstation voor een jonge, ambitieuze wondertrainer die was. En ik heb de tijd nog meegemaakt dat Michels tussen in de bosjes stond te kijken in het Zuiderpark naar de training van Happel. Happel is een legende. Maar het begint allemaal in Den Haag. Beeld uit die beginjaren is er niet. Maar in 1978 wordt Happel wel gevolgd door een cameraploeg als hij zich met Oranje voorbereidt op het WK in Argentinië. Oh, is goed. Ja, prima. Alle zaken zijn doorgenomen zoals de afspraken waren. Waar Ernst Happel senior van Schiphol vertrok, komt Ernst Happel junior op hetzelfde vliegveld aan. 25 jaar na de dood van zijn vader keert hij terug naar Den Haag. Het is lang geleden. Ik ben voor het laatst in Den Haag geweest in 1998. Met de Rolling Stones op Malieveld. En dat was de laatste keer. Wat is mooi om nu weer terug te gaan, hè? Via de Oostenrijkse familie van een van de bestuursleden van ADO komt de club in 1962 in contact met Happel. De jonge trainer besluit de gok te wagen en verhuist met vrouw en zoon naar Nederland. Het was voor hem natuurlijk ook een omstelling. Omdat de Nederlandse wijn die was niet zo goed, hè, als de Oostenrijkse. Om het zo te zeggen, maar nee. Het zat allemaal goed terug, hoor. Het begin van iets heel moois. ADO presteert in die tijd matig, maar de club leeft wel. Het Zuiderpark zit wekelijks bomvol. ADO was je lust en je leven. Ik woonde aan de overkant bij het Zuiderpark. En zondags morgens dan ging ik op het raamkozijn staan. Want als de vlaggen dan uithingen bij de hoofdingang, dan wist je dat het doorging. Als die er om 10 uur nog niet hingen, dan had ik het al Spaans benauwd. Want dat betekende dat je hele zondag naar de knoppen was. Want dan ging het eerste elftal niet door. Dat was een verschrikking, want hoe moest je dan je dag doorkomen? Jan Klein is ADO-supporter van huis uit. Hij heeft in de loop der jaren een omvangrijke fotocollectie over de club verzameld. En hij weet nog hoe slecht ADO ervoor stond aan het einde van het seizoen 61-62. Rinus Loof was in die tijd trainer bij ADO en het ging heel slecht in die periode met ADO. Het was zo, ADO had nog 1 punt nodig om niet te degraderen en Feyenoord nog 1 punt om kampioen te worden. En toen scoorde Karel Schuurman, die scoorde voor rust, scoorde die 1-0. En Feyenoord maakte achteraf 1-1 gelijk later. En ja, ze vonden het allebei wel goed volgens mij. Je kan het nooit hard maken dat een handjeklap geworden is. Maar iedereen vermoedt, die dat meegemaakt heeft, dat ze het om een akkoordje gegooid hebben. Feyenoordfeest, ADO-feest, allebei blij. En dat was ongeveer het verhaal. Ja. En zo ontsnapt ADO op de voorlaatste speeldag aan degradatie. En daarna is Ernst Happel gekomen. Ja. Happel en die kwam dan binnen. En dat moest iets bijzonders zijn. En dat had ik ook wel gehoord van de manager bij ADO en de voorzitter Herman Chauffeur. De manager was toen Eddy Hartman. Dat moest wel een gigant zijn. Hij was beroemd. Hij was wereldberoemd was hij. Iedere voetballiefhebber die kende Happel. Happel was met Oostenrijk derde geworden op het WK van 1954 in Zwitserland. En met zijn club Rapid Wien werd de verdediger 6 keer landskampioen. Ja, hij was gewoon de baas, de patroon van het elftal eigenlijk. En technisch goed, een enorme trap links en rechts. Ze hebben een keer tegen Real Madrid gespeeld. Toen verloren ze met 4-2 daar in het Bernabeu. En toen speelden ze dus 2 weken later speelden ze in Oostenrijk in Wenen. Nou ja, Happel was de man. Die ging zo verschrikkelijk keer. Wonnen met 3-1, scoorde alle 3 de doelpunten. In Europa Cup spiel Rapid Wien tegen Real Madrid. Happelfreistoß op 30 meter Entfernung. Schuss en Pendler in die Kruisecke. Unhaltbaar. Eine Bombe, eine Begeisterung. 1-0 für Rapid
4 Elfmeter. Happel tritt an. Unhaltbar. 2-0. Und der 2-Tor-Vorsprung von Real Madrid aus der ersten Begegnung in Madrid ist aufgeholt. Freistoß von Happel. 25 Meter. Wieder ins Netz. 3 Tore eines Verteidigers. Das dürfte einmalig sein in der Fußballgeschichte. Happel was de grote Happel. En die kwam dan met 37 jaar als ADO zijn eerste vereniging, zijn eerste club die hij eigenlijk professioneel ging trainen. Ik herinner me nog dat hij kwam binnen in het clubgebouw, de clubtent zoals ze dat noemden. En daar kwam iemand binnen in onberispelijk gekleed. Met een 38 jaar was hij helemaal in zijn top. En dat straalde hij uit. Die straalde onmiddellijk ontzag uit. En wat ik me kan herinneren toen hij binnenkwam, er was een zwart trainingspak en had hij met witte letters, stond op zijn rug ADO. De eerste beste training, Vianen in de kool. Eigenlijk 10 ballen. Op de rand van het strafgebied. Nou, en wij moesten gaan zitten en hij ging schieten. Nou, hij schoot er van de 10 geloof ik 8 in het kruis, langs de grond, over een Vianen met duiken en graaien. Links, rechts, boom, boom. De een nog harder erin dan de ander. Ha, dat was een visitekaartje, hier ben ik. Nou, toen had hij gelijk bij ons eigenlijk al het respect afgedwongen. Want wij zaten allemaal met een open bek te kijken van wat gebeurt hier nou in godsnaam. Ja, dat was onwijs was dat. Het was een enorme persoonlijkheid. De manier waarop hij keek, dat dwong al respect af. Ik geloof dat mijn grootste sterkte is die tactiek. En de tweede grootste punt van mijn zijde, geloof ik kan die spullen aanpakken. ADO had al in die tijd alleen maar spelers in het eerste elftal die uit Den Haag kwamen. Als jongetje had ik mijn favoriete, Mick Levan was een Haagenees. Ja, mijn favoriet. Dat was Mickey Levan. Beste voetballer die ooit bij ADO gevoetbald heeft. En daar keken wij enorm tegenop. Totdat Ernst Happel kwam. Toen deed hij 7 spelers in 1 keer eruit. Van de ene op de andere kiepte hij ze gewoon uit het eerste elftal. Die konden allemaal vertrekken en dan ging met jonge spelers ging die verder. Namen, dat interesseert me niet. Hup, hup, eruit, hup. In die tijd gaat Ernst Happel wonen op de Meppelweg, vlakbij het Zuiderpark. Het is praktisch het eerste hoge gebouw. Dat moet deze zijn, hè? Dat moet hem zijn. Nou, hier hebben wij gewoond op de 5e verdieping. Die kant, hier aan de hoek. En hier was helemaal niks, hè, aan die kant. Je had hier alleen sloten, velden, boerderijen, koeien, schapen, maar geen gebouwen. Het was natuurlijk een andere tijd. Je had hier alleen maar wit brood in die tijd. Wat voor vader niet goed was, want hij had graag zijn bruin brood. Je had hier geen Oostenrijkse wijn. En de worst die je hier had, die smaakte ook niet. Want er zat geen knoflook en niks in die worst. Dus voor hem was het een verandering. En hij had natuurlijk ook geen Heurigen, hè? Die wijnplekken waar je in Wenen bij de wijnplekken gaat zitten. Het is ook geen Oostenrijker. Het is een Wener. Kijk eens daar beneden, die blauwe tonen, en dan helemaal dat wijngebied hier. Hier groeit de wijn. Hè? Hier zijn honderden wijnlokalen met muziek. En mooie Wenische meisjes. Hè? Daar houdt u ook wel van, geloof ik. Hè? Nou ja, voetbal is primair bij mij. Ik leef, voetbal is voor mij mijn leven, want dan komt het andere. Hè? Ja, hij was ondoorgrondelijk. Hij was zo stoïcijns kon hij zijn. Hij was echt, wat dat betreft, kon je hem niet peilen hoor. Het was een ondoorgrondelijke man. Kijk, hij hoefde niet veel te zeggen. Wij zeggen in Duits zeggen we Körpersprache. Hoe zeg je dat? Body language? Lichaamstaal. Body talk, ja, lichaamstaal. Dat was ook natuurlijk een heel argument bij hem. Hij hoefde niet veel te zeggen. Ik ben niet zo enthousiast, maar als ik op een 12 punt gescoord word of ik win in Europa pek, ga je nooit afspringen. Maar bent u een beetje een droevig persoon, een beetje eenzaam misschien? Een beetje... Nou ja, je hebt natuurlijk bepaalde uren, dat ben je inderdaad een eenzame mens. Ik kan ze eenzaam aan het verlaten. Hè? Eenzaam, en dan was het nog zo, als dan een speler wel eens bij hem thuis moest komen, dan weet je hoe die is. Dan moest zijn vrouw in de keuken gaan zitten. Ja, was Happel. Maar privé was hij natuurlijk een heel ander mens. Het was vooral het grote verschil of er een journalist bij is of niet. En dan welke journalist natuurlijk ook, hè. Want journalist is niet gelijk journalist geweest. U komt nogal over als een harde man. Bent u dat nou ook? Nou ja, ik ben... Wanneer nodig is, ben ik hard. Dan wanneer nodig...
bin een normale mens, net zoals alle anderen. Ze zeggen wel eens, harde mensen die naar buiten uit hard zijn, die hebben een klein hartje. Het is inderdaad zo. U heeft toch een klein hartje? Ik heb ook een klein hartje. En voor mij was het eigenlijk zo dat moeder strenger was dan vader, voor mij. De spelers zouden dat anders zien. Maar ja, ik was alleen de zoon, geen speler. Na de degradatiestrijd aan het einde van het seizoen 61-62 kruipt ADO gestaag omhoog. In de eerste twee jaar onder Happel wordt de club tiende in de Eredivisie. Hier wint het door een mooie vrije trap van Harry Heijnen van Sparta op het kasteel. Maar Happel heeft tijd nodig om alle jonge spelers op niveau te krijgen. Het eerste jaar kreeg ik last van een maagsfeer. Zei hij, dat heb ik niet van het genieten. We bereikten wel de beker, maar verloren met 3-0 van Willem II, dat gedegradeerd was naar de eerste divisie. Tweede jaar, dat ging al een stuk beter. Toen op een gegeven moment heeft Happel die zuidelijke voorhoede gehaald. Van Willem II, Kees Aarts. Van VVV haalden ze Harry Heijnen. En Lambert Maassen die haalden ze weg bij PSV. En dat was gewoon een geweldige voorhoede. Die Maassen die kon springen en koppen, dat was gewoon geweldig. Lambert Maassen scoort de winnende bij MVV. Het elftal van Happel krijgt langzaam vorm. En daarna ging het lopen. En het resultaat was dat wij datzelfde seizoen kregen we een premie van niet te degraderen. En een premie van de eerste drie. We stonden onderaan. En ADO eindigde uiteindelijk als derde. En mocht daardoor meedoen aan de Intertoto-competitie. Dat is heel uniek. En dat was tegen Lugano, tegen Luik en tegen Brescia. ADO verandert van degradatiekandidaat in een vaste subtopper. Vier bekerfinales en in de Intertoto in 67 haalt het de halve finale. Onder meer door een 2-0 overwinning op Brescia. Na goals van Heijnen en Maassen. Trainer Ernst Happel maakt naam in Den Haag. De tactische besprekingen die waren zeer kort, maar zo duidelijk. En of die goed was of niet, we geloofden er gewoon in. Hij maakte van zijn eigen elftal Real Madrid het gevoel geven. Wie spelen, keken die bouwen. Kijk, Volendam, MVV en dergelijke. Dat noemden die boerenclubjes. Het waren allemaal boeren tegen wie ADO speelde. Want wij waren zoveel beter, zei hij. Dus daar gaat hij geen woorden aan vuil maken. Nou, daar gelooft hij ook in, dat je beter was. Dat is heel mooi. Wie ziet ADO, geen probleem. We zijn in 68 weggegaan uit Den Haag. En ik ben 1976 één keer nog terug geweest in Zuiderpark voor twee Rolling Stones concerten. Huh? Ja, prima. Ik zie hier een pupillenelftal van ADO. Ik denk in de 64, denk 1964. En ik zie me dan zelf staan als trainer. Toch wel met een modern jasje zie ik voor die tijd. Als ik het vergelijk met nu, zou je deze nog kunnen dragen. En ik zie hier Ernst Happel junior staan, naast de leider, Leo Lusquere. Dat was een heel leuk elftal. Nou, ik denk dat die trainingsvelden er wel waren vroeger. Ik weet niet hoeveel, maar die waren er zeker. Dat is allemaal nieuw daar. Daar herken ik niks, maar dit wel, ja. Ik speelde in de betaalde jeugd en ik was aanvoerder van dat elftal. En in dat elftal speelden ook vrij veel goede spelers. Dick Advocaat onder andere en Lex Schoenmaker. Atemos was een speler die redelijk goed technisch goed begaafd was. Maar hij had één nadeel, hij was te traag. Atemos die kwam bij ons niet voor. Atemos een aardige jongen, maar nooit verder gekomen dan derde elftal. Dus Dick Advocaat en Lex Schoenmaker die kregen kans om in de eerste te spelen. Terwijl ondergetekend was de aanvoerder. Ik zeg, ik word gek daarvan. Eigenwijs zoals ik was. Ik zeg, nou, ik tikte op de deur en hij zat daar. En ze was iets. Ja, ga maar zitten. En ik ga zitten. Ik zeg, trainer. Ik wil ook een keer kans krijgen. Ik wil hoger spelen. Hij kijkt zo. Dat kan. Mijn vriend. Kun je maar op de tribune. Kun je maar hoog zitten. Dan kan ze hoog spelen. Aad is wel zo slim geweest dat hij het grappel meegemaakt van de zijlijn, van nog de zijkant. Dat hij daar dingen van heeft opgestoken dat ik zeg, nou, hij heeft het goed gedaan. Theo van den Burg is in die tijd de vaste rechtsback.
Toch ligt de geboren en getogen Hagenees regelmatig overhoop met Happel. Ja, ik had mijn contract nog niet getekend. Dus op het moment dat ik moest trainen, was ik er niet. Alleen, dat was dus niet omdat ik mijn contract niet getekend had, maar mijn dochter werd geboren. Maar dat wist Happel niet. Nou, maar hij was van die instelling van, joh, bestuur, contract, je bent er niet. En toen flikkerde hij heel populair, al mijn kleren in de sloot. Zijn schoenen, zijn trainingskleding, flikkerde hij allemaal in de sloot. Nou ja, dan moet je net met Theo zijn. En iedereen natuurlijk lachen, dat ik kom, een dag later kom ik om te trainen en kleren naar zoeken. Allemaal, nou natuurlijk doornat. Ik zei, dan ga ik weer naar huis. Want Theo was natuurlijk ook niet de makkelijkste. Altijd lag hij in de clinch met Happel. Een dag later ben ik weer gaan kijken. Nog niet gewassen. Ging ik weer naar huis. Nou, hij is naar Happel gegaan en hij zegt, Happel, je moet zelf die kleding uit de sloot halen. Ik ga het echt niet doen, hoor. Een dag vier kom ik kleren gewassen. Alleen die lagen niet in de tent van het eerste, maar de tent van het tweede. Dat is typisch Happel. Happel moest elke keer opnieuw creëren in een spanningsveld. Met wie het ook was. Of met een speler, of met bestuursleden. Of met media. Toen wij hier zijn gekomen, was ADO onderaan in de tabellen. Maar ja, die jaren is het steeds beter geworden. Ik denk dat ze toch dan wel derde, vierde plaats zo zijn geëindigd jaar voor jaar. En in 68 won ADO de beker voor de eerste keer tegen Ajax in het Zuiderpark. 2-1, denk ik. Als ik niet verkeerd zit. 2-1, hè? En als je dan ook kijkt hoe druk dat Zuiderpark was, hè? Dat zat er helemaal afgeladen. Geweldige wedstrijd met Ajax. Ajax wilde natuurlijk ook de dubbel winnen. Dat was een elftal wat voor alles wilde winnen. Dat was Jacques Zwart, Arie Haan, Piet Keizer. Johan Cruijff. Maar wij waren die dag heel goed. Echt heel goed. En dan toch nog één gewonnen, hè? Mooi. Jeugdspelers van nu weten waarschijnlijk niet precies wie Ernst Happel is. Maar zijn foto hangt nog wel in het clubhuis. Happel is de grootste trainer die ADO ooit heeft gehad. Is dat Joop Jochems? Nummer 5? Ik ben niet zeker, maar het zou kunnen. Happel had wijsheden die in vele praatprogramma's van het heden iedereen eigenlijk monddood zouden kunnen maken. Maar als je niet speelde, dan bestond je niet, waarom niet? Dus als je 12e man was, ik kwam binnen en zei je goedemiddag, dan zei hij niks, zei je. Ja, dat was natuurlijk, dat vond ik maar een beetje vreemd eigenlijk. Maar je hoeft daar niet meer te gaan discussiëren, waarom doe ik niet mee? Nou, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En dat vandaag aan de dag een voetbalmanager of een spelersmanager gaat met de leiding praten. Nou, die waren eerder buiten behalve omdat ze binnen waren. En dan had natuurlijk iets heel geweldigs. Hij wist heel goed dat hoe meer je zei, hoe meer risico je liep dat je aangevallen werd. Dus Happel zei nooit veel. Hij hield geen praatjes. Dat was allemaal te veel. Het is wel zo, hij had ongelooflijke oefenstof. Iedere training was anders. Als Happel vandaag hier zou komen te staan vanmiddag, dan zou hij alleen maar praten over één ding, Mitterveld. Het woord Mitterveld heb ik hier als een van de meest grote waarheden van het voetbalspel meegenomen. En dat heb je altijd bij Happel teruggezien. Happel heeft altijd gespeeld dat hij zich maar om één ding zorgen maakte, was Mitterveld. Jansen, Haziel van Hanegem. En bij ADO had hij datzelfde. Schoenmaker, Jochems de Zoete, was een goed middenveld. Hij hoefde niet lang te kijken, hij zag blitzsnel zag hij alles en reageerde ook blitzsnel. Wat andere trainers niet hadden. Kon vreselijk goed tactisch analyseren waar de zwaktes lagen van de tegenstander. Hij wilde niet eens de sterktes af en toe weten, maar de zwaktes. En ze moed voor het risico, hè? Moeilijke tegenstander, ja. Risico. Vol is het risico. Happel is alleen, voor de mensen die nu praten, is Happel is kein gelul voetbal spelen. Nou, dat was alleen maar één kreet, hoor. Maar Happel, er zijn schriften van Happel gevonden. Robbie Baan heeft ze nog. Tot woord voor woord zijn toespraak aan de spelers is opgeschreven. Morgen gaan wij nieuwe seizoen tegen volgende tegenstanders spelen. Wij hebben goed gewerkt. Wij hebben zeker een goede toekomst in dit seizoen. Wij moeten dit jaar piekelhard doorgaan en Spartaans leven en dan hebben jullie succes.
ook al verstond je er geen woord van, begreep ik precies wat hij bedoelde. Toen ik in dienst trad in 1966, toen heeft Erdie Hartman, de toenmalige manager, mij naar de kleedkamer geleid waar Happel en Loof zich voorbereiden op de trainingen. En daar werd ik, daar aan de ene kant zat Happel, aan de andere kant zat Loof en ik werd middenin gezet. En ik heb een jaar lang eigenlijk geen woord van hem gekregen. Hij was echt een Einzelgänger, was hij. Echt, hij, assistenttrainers, ja, dat vond hij leuk, maar daar communiceerde hij ook niet mee. Assistenttrainer, die waardeerde hij zonder meer. Maar niet in zijn wijk zitten. Niet mee bemoeien met eerst zelf al. Nou, en dat hoort ook zo. Die drie mensen zullen alles wat ze in de lichaam hebben moeten doen. Ik ben overtuigd nu van deze spelers. T, Wijmar, De Zoete in laatste lijn. Fors, Jochem, Schoenmaker, middenveld. Hein en Aerts zullen proberen 2 punten in eigen goede wedstrijd te spelen. Hij was wel een man van uitgesproken meningen. En die werd geaccepteerd, ja of nee. De enige die iets dorst terug te zeggen was Aad Mansveld. Want dat was ook een grote persoonlijkheid toen de tijd. En Theo van den Burg kon soms wel eens het proberen, maar die was meestal slachtoffer. We hadden een haat-liefdeverhouding, denk ik. Want ja, ik ben hem altijd blijven waarderen, ook al deed ik niet mee, maakte me niet uit. Want ik bleef ook toen ik niet mee deed, dan bleef hij toch bij de beste trainer. Waar lopen we naartoe, meneer Appel? Naar de Wienercontentarij. Natuurlijk. Hij ging vaak naar de Wienerconditorei aan de Lange Poot in Den Haag. Daar kwam iedere maandag kwam daar de hele Oostenrijkse clan bij elkaar om 11:00. Ja, dan krijg ik een lekker kop koffie. En Oostenrijks gebak, apfelstrudel of sagatorte, whatever. Daar ging ik ook wel eens voor de ramen zitten kijken welke trainers er waren. Dat was de Donneveld, Ludwig Vech, Happel. Edik Zwarts woonde hier. Dus daar werd het eigenlijk zo'n beetje het Nederlands elftal samengesteld. Hé, hey, hoe is die grote vriend? Ja, lekker, met jou? Ja, prima. Alles goed? Ja. Leuk om je weer te zien. Ja, maar jij bent wel echt op je vader gaan lijken. Denk je? Nou, ik weet wel zeker. Wiener kon je eruit hoekie, kon je gaan kijken, als er niet getraind werd. Happeland Graafjassen. En er werd alleen maar over voetbal gehouden, de hele ochtend tot in de middag toe. Ah, ja. Dat was lang geleden. Dit is zeg maar dat we in Amerika. Toen je met al die stansplaten teruggekomen bent, ja. Dat weet je. Nou, ja, ik ben toevallig net even hier in de platenzaak geweest, maar ik heb het meestal weer teruggegeven. Dat vond ik nog een oude Beatle-plaat, dus dat vind ik wel leuk, joh. Een beetje verzamelen. Je moet er wat. Ga je daar een asbak van maken? Ja, dat doe ik ook. Ja. Dan gooi ik, druk ik mijn sigaret op uit. Maar het verpante was ook dat we gingen klaverjassen. En dan was hij mijn maat en dan stelde hij me zondags niet op. Maar dat maakte me niet uit, want ik vond dat gewoon leuk. Hij heeft nog een hele een beetje Haagse tongval. Dus dat is echt onvoorstelbaar als je zo lang uit Nederland bent. Dat verrast me wel. Ik ben weg uit Den Haag in 1968. Ja, 1968. Ja, en 72 uit Rotterdam weg. Na 7 seizoenen waarin ADO 2 keer 3e en 2 keer 4e wordt in de Eredivisie... komt er abrupt een einde aan de Haagse jaren van Happel. De trainer vertrekt naar Feyenoord, maar de Oostenrijker heeft ADO op de kaart gezet. De voorzitter had hem ervan beschuldigd dat het elftal geen conditie had. Na aanleiding van een verloren bekerwedstrijd bij NEC. En Happel die accepteerde dat niet. Nou ja, toen was de breuk van Feyenoord een logische keuze, want die wilde vooruit. En die wonnen hetzelfde jaar van de Europa Cup. Hij was de eerste trainer die de beker won in Nederland. Met ADO. Hij ging dan wel rigoureus, ging niet te werk. Maar dat heeft wel zijn revenue afgeworpen. Hij was als eerste die Europa Cup 1 won. De wereldbeker won. Nou, dat wordt allemaal een beetje wel gebagatelliseerd. Maar dat zijn natuurlijk wel resultaten waar je als trainer alleen maar van kan dromen. Ik durf rustig te zeggen dat Happel veel meer dan andere legendes in Nederland het voetbal in Nederland veranderd heeft. Je had toen twee grote trainers. Dat was Happel en Michels. Dat waren de twee. Bij Happel is alles anders geworden. Dat is niet met Michels begonnen. Nee, dat is bij Happel begonnen. En gewoon Argentinium ging hier mee. Hij kon dan niet zo goed met Zwartkruis, heb ik later van die gasten begrepen. Ja. Maar ze hebben toch de finale gehaald. Hebben we nou de laatste dagen de echte Ernst Happel meegemaakt? Niemand kan in echt een Ernst Happel meemaken. Niemand. Ook jullie niet. Theo van den Burg. Andere eindstelling graag. Ja, de Happel. Ik sta
met twee A's, 100% achter jullie. Dan denk ik, ja, hadden jullie Appel maar meegemaakt. Dan hadden jullie niet zoveel praatjes gehad en hadden jullie niet zoveel je gedragen als uitvinden. Want het voetbal is al lang uitgevonden geweest door Appel. Denk maar eens aan één ding, dat is Mitterveld. Thank you.